ideale date? Als alles mag. Voor een man. Wauw. Jij mag beginnen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb echt een kut eerste date. Als alles mag, ja man. Ik heb al zo lang geen dates meer gehad, dus ik... Ik heb met mijn vriendinnetje echt een ideale date gehad. Ik zou zeggen dat je gewoon ergens met z'n tweeën gewoon afspreekt om gewoon wat te drinken. Niet iets heel actiefs gaat doen. Als het goed is, als je een perfecte eerste date hebt, maakt het echt geen zak uit wat je gaat doen. Nou, Barcelona is wel een van mijn favoriete steden. Samen weg op de motor, denk ik. Dat is echt vet. En dan zou ik haar wel meenemen, denk ik, naar Barcelona. Gewoon totaal niks plannen. En bij wijze van ook nog dezelfde dag in de tally stappen en ergens heen, dat het allemaal kan. Op een eerste date? Ja, alles mag. Tijd speelt geen rol. Geld speelt geen rol. Ja, why not? Ja, romantisch. Ja, is dat romantisch? Wat is romantisch? Kijk, ik neem nooit een vrouw mee uit eten. Nee, ik ben wel de romantische persoon die met een bosje bloemen aankomt. Gewoon lekker uit eten en met verrassingen komt. Omdat als je een vrouw uit eten neemt, dan zit je zo tegenover elkaar en je moet er meteen anderhalf uur zitten. Wie betaalt er? Dat ben ik. Ligt aan of ze rijk is. Vrouwen die roepen dat ze geëmancipeerd zijn, dat ze zelfstandig kunnen zijn, dat ze zelf kunnen werken. Maar als het inderdaad als het op date uitkomt, dan moet een keer de man gaan betalen. Als een meisje voor mij zou betalen, dan zou ik me echt minder waardig voelen. Tenzij dat ze heel erg lelijk is. Ja. Ja, toch? Maar dan alsnog, nee. Denk ik niet. Nee. Ik zou een vrouw in de waarde laten. Als zij de rekening pakt en ze betaalt hem, dan zou het mij een bepaalde indruk maken en dan zou ik denken, oké. Ja, ik vind gewoon als je een meisje op date neemt, dan moet je gewoon wel even laten zien dat je hem er geeft. Dan moet je wel betalen. Een meisje laten betalen? Het lijkt alsof jij de 50, vrouw bent. 50-50. Nee, ook niet. Ik denk dat het wel een beetje op 5 dates gaat liggen. Dan hoeft het voor mij ook niet meer op een gegeven moment. Als ik het echt heel leuk vind, dan blijf ik er gewoon voor gaan.